Verona waar zit hè? Procent was dat net, jou? Ja, dat is gewoon de Mm-hmm.
kaaien, dat is ook wel grappig. Dan moeten die auto's met gevaarlijke stoffen achter gaan staan. Het geval zo'n plof. Ik kan je voorstellen wat er gebeurt als er eentje op plof. De kaaien. De 80 jaar om. Spanje ligt ook precies op een bult, zeg maar. Hè? Dat is de Pyreneeën, nou, daar gaan we nou even op mee. Kijk, die uiteinden zijn niet zo hoog. Hiernaast heeft water natuurlijk. Meer naar de richting van Andorra gaan, dan komt het natuurlijk wel een stukje hoog. Zie je het nou? Ja, dat geeft nou denk. Maar nou staat de zon in de raam. Oh. Ja, het valt bijna zo minder. Ja, ik zie dat hij op. Moet je stil houden. Ja, dat valt niet mee. Dat is die hobbelig hier. Dat blijft direct gaan aan geven. Nee, ik ga weer indrukken aan het luisteren vanaf. Naar beneden doen. Ja, nee. Dat kan ook, maar je kan ook door een knopje weer. Kijken. Ja, ik moet mijn beest doen. Is die er maar uit? Ja,
die is al lang al. Ja, dat is die zeur. Laten zien, Jan. Wat? Een oude vulde moet van een koelmotor. Een beetje Gaat het? Ja, is die wel een pijl of niet? Ja. Zou je mij even die fles water willen geven die achter mijn stoel ligt? Ja, kom dan. Zo hard kon je. Ah, dit is goed voor de conditie overigens. Ik moet even een druk op die water. Joop maakt een strandwandeling.
Jo van de Playa de Amposta, zullen we het maar even noemen. Ja, je hebt nog een stukje terug, Oh, ik heb 35 minuten al. Ja. Maar waar stond die was dan? Nou, hij kon niet meer weten, was een posteerster. Ik trouwens in de verte zelf een schip. Ja, die ligt dus door. Ja. Le Mediterranee. Echt blauw is hij ook niet, hij is ook toch wel een beetje vies. Daar is hij. Gaat met hem. Ik ben even een keer dat ik echt met hem moet. Kijk, anders missen ze dat. Dus ja.